spelletje genaamd Sumotori. Leuk spelletje. Het gaat alleen maar over ragdolls. Best wel simpel. Het is leuk als je eigen verveelt. En de reden waarom ik dit laat zien in plaats van een Let's Play Fallout filmpje is omdat ik totaal geen zin meer had. Ja, ik heb wel zin in soms, maar niet toch zoveel om Let's Play films te maken. Het duurt te lang en het wordt op een gegeven moment saai. Maar ik maak ook nog wel eens een keer een filmpje, wees me niet bang. Maar ik wil dit spelletje laten zien omdat die best wel waard is om op YouTube gezet te worden. Er zijn al meerdere filmpjes van, maar ik wou ze ook even een filmpje laten maken. Voor degene die het spel nog niet kende en die zoiets best wel leuk zouden vinden. Ik laat nou even een deel zien. Het is erg lachwekkend op zich, dus wacht maar af of je het zelf grappig vindt. Ik ga even beginnen met een map kiezen. Oh ja, en ik heb het geluid uitstaan, omdat als ik het geluid aan had staan, jullie mij haast niet meer zouden horen. Ik weet ook niet hoe het komt, volgens mij ligt aan mijn microfoon, ik weet het niet. Maar goed, ik zal beginnen met een level met een trap erin. Mensen van de trap afgooien. Ik tegen 3 computers. Laten we het heftig gaan maken. Ik ben blauw tegen grijs, groen en bruin. En laten we beginnen. Nee, ik wil niet. Oh, nee. Oh. Nee. Ja, sta op blauw, kom op. Oh. Meen je dit? Het zijn eigenlijk meer verlepte dwergen die aan het lopen zijn. Grijs komt toch even naar beneden gerold. Het spel is totaal nutteloos. En het heeft volgens mij geen doel. Ja, je kan slaan met één hand. En beide handen. Maar dan struik je het meestal zelf erbij. En ja, je kan elkaar van het level afgooien. Dus dat ga ik nou proberen. Ik weet niet of het zal... Oké. Even restart. Ik wou degene die iedereen van het level afgooide. Ik ben er al sinds afgegooid. Dat is niet leuk natuurlijk. Oh, nee. Zoals je kan zien staat er dat... De blauwe gozer als eerste geval is, ik dus. En de bruine heeft langs overeind gestaan. Maar ik ga ze nog van het level afgooien. Ik vraag me af hoe groen gebleven is, maar die zal ergens vast gebukt zijn of zo. Niet echt opgelet. En zo te zien heeft mijn poppetje probleem met opstaan. Kom op, stop. We moeten de wereld overheersen. Het gaat niet lukken als je zo krampig gaat lopen doen. Nee. Besef nou. Nee, dat lukt niet. Nee. Wat? Sta op. Oh, kom op. Kakkerlak, lopen. Nee. Oh. Is het nou zo moeilijk om op te staan? Nee, bruin wacht is. Kom op. Oh, nee. Mijn schoen eigenlijk? Is er van level afgevallen? Oh, ik weet het niet. Omdraaien. Kom op. Je kunt het. Bruin, je gaat eraan. Kom hier. Hij is vast hem helemaal kapot. Oh, wow. Kerel. Oké, laat ik maar naar grijs toe gaan. Ziet er wat gezelliger uit. Oh. En dan ga ik weer. Oeh, bruin staat... Bruin staat best wel goed voor om van level af gegooid te worden. Omkeren. En lopen. Nee, niet naar de trap. Ik krijg je wel. Die gaat niet goed. Hey, groen. Nee. Waar kom jij nou weer vandaan? Kom hier. Oh, mijn toetsenbord kraakt zo erg. Ik moet een nieuwe hebben. Acer, hè? Je weet het wel. Aangezien ik alles van Acer heb, twee Acer beeldschermen, Acer toetsenbord, Acer muis, Acer computer, blablabla, je kent het wel. Ik zal over een paar dagen doodgaan. Ja. Oeh. En daar gaat de been. Nee, ik zit eraan alsof ik nou vanaf gegooid kan worden. Nee, jij eerst. Nee. Oh, je had het geluid erbij moeten horen, dat is fucking vet. Ik zal eens proberen of ik met een ander filmpje het geluid erbij kan opnemen. Nee. Arr. Groen, jij zat ook vallen. Kom op, grijs, doe je best. Ja, loop er lekker naar het randje toe. Ja, je kunt het wel. Kom op. Bijna. Wees niet bang. We staan allemaal beneden op je te wachten.
Je bent er bijna. Loop maar gerust verder. En je hoeft niet onder zoveel stappen te stoppen, hoor. Ja. Yes! Ha! Verslagen. Ik heb iedereen verslagen. Iedereen weet dat niet zo is, maar ik wil er graag in geloven. Dat voelt mij goed. Nou, dat wil ik je even laten zien. Nogmaals, het spel heet Sumotori. Geen flauw die het uitspreekt, maar zal waarschijnlijk wel zo zijn. Je kan het legaal opzoeken. Of je doet het gewoon op mijn manier en als het omgekeerde. Ik zeg het woord maar niet, want ik weet niet wat de gevolgen daarvan zijn. Aangezien Pirate Bay nog steeds toegankelijk is via KPN. En niet geblokkeerd zoals ze het wel zouden doen. Kun je er nog snel vanaf halen. Het is geen groot spelletje, maar een paar MB. Vooral doen. Fijne dag en ik spreek jullie de volgende keer wel met misschien een Let's Play Fallout filmpje. Houdoe!